Een vrouw die parkeert haar auto op de Van de Kunststraat in Den Haag. En ze pint haar parkeerkaart. En ze heeft dan al het idee dat ze in de gaten wordt gehouden. Nou, vervolgens gaat ze in meerdere winkels boodschappen doen waarbij ze steeds pint. Nou, als ze op een goed moment in haar zak voelt, dan is haar pas verdwenen. En helaas, het is al te laat. Er is al 500 euro mee gepint uit een automaat. En er is zelfs een ring van 500 euro gekocht bij een juwelier op de Schalkburgerstraat. En dat wordt waarschijnlijk gedaan door de drie mannen die hier bij de juwelier aankomen. Nou, gelukkig heeft de winkel meerdere camera's hangen. Dus we hebben ze er een aantal keer prima op staan. Als ze naar binnen gaan, vol in het gezicht zelfs. Nou, vervolgens zijn ze zo'n acht minuten binnen. En dan komt de eerste man hier met het witte shirt weer in beeld. En dan gaat hij even op de rest wachten. Nou, daar komen ze al aan. Een van hen die heeft de dure ring hier vermoedelijk in zijn handen. Drie mannen die met de pinpas van een ander gaan shoppen. Ja, u begrijpt dat de politie heel graag wil weten wie dat zijn. Nou, we zien ze nog een keer binnenkomen. Geef het tip door via 086070 of bel anoniem.